Hallo mensen van Ultimate Games 93. Dit is mijn nieuwe kanaal, Ultimate Games 93. Ik ga hierop PC Games commentaten. En dit wordt mijn eerste serie, Bus Driver. Laten we maar beginnen. Ik heb het vroeger heel vaak gespeeld. Leren zwemmen. Je eerste taak, een bus leren besturen. Een school heeft een zwemwedstrijd georganiseerd in het plaatsje Sportcentrum. Haal alle kinderen op en vervoer ze veilig naar het zwembad. Leer sturen, kijk uit voor andere voertuigen en zorg voor de kinderen. Laten we maar beginnen. Je kunt altijd op F1 drukken om hulp te krijgen. Druk op een toets om door te gaan. Ja, dit werkt nog wel, WASD. Start. Penalty. Buiten rijstrook. Gebruik richting aanwijzen. Was je mijn richting aanwijzen? Oh, linker, rechter. Dat zijn van die haakjes, oké. Nou, dan moet ik hier stoppen. Hoe heet het hier? Sandersteed. 9 personen. Oké. Deuren weer dicht. En we gaan weer rijden. Volgende stop, Erit. Oh, rood licht. En weer groen licht. Bonus voor groen licht. Ja, dat wist ik nog wel. We zijn in Erit. Twintig kinderen in de bus. En we gaan nu naar het sportcentrum. Wat richting aanwijzers aan. Ai, wat zijn? Zo. Richting aanwijzer uit. En richting aanwijzer weer aan. Oh, ik ga te ver. Achteruit. Piep, piep, piep. En stoppen we. Nou, we zijn bij de eindbestemming. Ze zijn allemaal nog blij. Ze kunnen ze lekker gaan zwemmen. Ja. Zo, mijn werkdag zit er ook op. Hoeveel punten heb ik? Tik. Hoeveel penalties? 2 penalties. 1800 punten. Ultimate Games 93. Oké. Kunnen we weer terug? Oké, dat was missie 1. En de volgende keer doen we missie 2. Lijn 42, tussen de wolkenkrabbers. Maar dat zien jullie de volgende keer. Nou ja, ik zeg, doei!